Daar zijn we weer! Daar zijn we weer! We hebben super veel goede reacties gehad op onze vorige vlog. En daar zijn we echt super, super, super blij mee. En deze vlog gaan we ons voorbereiden. We gaan terug naar Amerika! Amerika! USA! USA! Deze vlog staat in het teken van Amerika. USA! USA! We hebben twee shows. De eerste is in San Diego. Het gaat een uitverkochte show worden. In een fucking stadion. Oh, kan je wachten. Het heel gaat sick. Zo fucking vet worden. En de tweede show is in Los Angeles. En het goede nieuws van allebei is dat ze daar In-N-Out Burgers hebben. Oh. De vlog hierna gaat daar natuurlijk over. Dat kunnen we nu vast vertellen. Deze vlog gaan we daar goed op voorbereiden. Want waar staat Amerika bekend om? Goed eten. Grote burgers. Dikke vette hamburgers. Grote cola. Vieze grote cola's. En van een ander aspect gezien, vieze jetlags. Dat is heel belangrijk dat wij in shape zijn voordat we het vliegtuig instappen. Dat we een beetje gezond zijn, dat er goed plek is voor al die vieze burgers. En daarom gaan wij heel hard sporten en wat advies vragen aan collega DJ's. Jongens, wie zijn jullie en wat doen jullie? Ben even heel kort. Max, Dirtcaps. Jullie toeren al ongeveer 9 jaar. Wat doen jullie om het gewoon vol te houden? Slapen wanneer je kan slapen. Het over de grens heen stappen dat je nog enige vorm van schaamte hebt in vliegtuig. Eerst vond ik mensen met zo'n kussen of met een masker op of die lang uit gingen liggen en kwijlen. Nu boeit dat me echt geen ster. Als ik daar mijn rust kan pakken, dan ja? Is het echt helemaal comfortabel met de innerlijke idioot die je in een vliegtuig kan zijn. Dus zodra je ziet dat er een rij vrij is van meerdere stoelen, claim hem meteen. Wacht niet tot de steward zegt van je mag er gaan zitten, ga er gewoon zitten. Je hebt natuurlijk mensen die zeggen, ja, je moet in het ritme komen van, van het land waar je heen gaat. Ja. Nou vind ik het zelf interessanter om ook een beetje enigszins normaal leven te hebben met mijn vriendin en mijn vrienden hier. Snap ik. Dat is voor ons wat lastiger. Ja. Aan de andere kant, met dit werk, je kan er heel lang of kort over praten, maar zelfs als je in Nederland optreedt, je bent midden in de nacht, kom je thuis. We proberen juist altijd één ritme aan te houden en daar een beetje in te blijven, want vliegen, reizen, weet je al helemaal, als je naar Australië of zo gaat, dat fokt je sowieso. Pap, 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 like, subscribe, dat wil ik altijd een keer zeggen. Ja, ja, linksonder, linksonder. Nou, geef duimpje, geef duimpje. Kijk, deze man die kan het. Parking skills, baby. Nou, ik heb mijn leven wel een beetje omgegooid de afgelopen paar jaren. Mm-hmm. En ik loop bijvoorbeeld elke dag hard als ik in Nederland ben. Okay. Ik probeer op tour heel veel hard te lopen, waar ik kan. Ik probeer geen frisdrank te drinken, alleen maar water. Spa Rotan, dat soort dingen. Veel fruit, geen fastfood. Het liefst niet. Gewoon heel gezond eten. Oké. Drink op tour, hoe ga je daarmee om? Sowieso. Daarvoor maak ik juist balans, zeg maar. Om dat weer wel te doen. Om dat wel weer te kunnen. Ja. Balanceren. Heel slim. Bim! We moeten straks ook weer uit, hè? Ja, lekker. Nee, echt. Tim. Jurre. We zijn de Firebeats. Nieuwe buurmannen. Studio buren. Want wie zit hier, man? Wie zit hier? Niet. Jullie gaan volgende week op tour naar China. Nou, we gaan er 10 dagen heen, dus we gaan in ieder geval geen Chinees eten. Maar ik denk iets meer, toch wel wat rust pakken sowieso. Een beetje op tijd, zorg dat je genoeg slaap hebt. Ja, dat is wel belangrijk. Sport ook, allebei natuurlijk. Ja, hier voetbal. Dinsdag, donderdag trainen en zaterdag een wedstrijd. Maar de wedstrijd, daar ben ik bijna nooit bij. Wacht even, een DJ die op zaterdag voetbalwedstrijden wil gaan doen, dit werkt gewoon niet. Ik heb toch 8 keer in helft gespeeld dit jaar. Ja? Zo? Dat was het de eerste helft, dan moesten we naar de Schiphol. Daarna meteen door. Maar ja, meestal naar de sportschool. Maandag, woensdag en soms vrijdag ook samen met maatje Otto. Ja? Dan gaan we gewoon knallen. Jij bent gewoon Gameboy. Ja, we gaan gewoon die schijven door het dak. Gewoon. Ja? Nou, wat wij wel vaak doen is gewoon, als je in zo'n land bent, juist het lokale eten. Wij zijn echt gek van eten. Lokale, verse spots waar al heel veel mensen, waar veel locals zitten, dan zit je goed. Ook al komt op een gegeven moment ook je neus uit natuurlijk, de Bami. Nee, dan kun je altijd nog naar McDonald's. Ja, je kunt wel heel gezond lopen doen en soms kan het niet. Dus dan moet je gewoon zorgen dat je gewoon wat beweegt. Dat ze een goede tip bijna elk hotel van sport of een school of een gym in zitten waar je gebruik van kan maken. En je kan er zelf op je kamer natuurlijk ook heel leuk doen. Ja. Dus dat kan ik als tip meegeven. Blijf lekker fit en blijf scherp. En, cool, veel suipen of gewoon alleen maar water? Meestal valt het reuze mee. Meestal de laatste show wordt er wel eens wat gedronken. Omdat je daar natuurlijk dan lang vlucht lekker kan slapen. En jij bent die Brabander, hè? Veel bier drinken? Sowieso. ik doe het licht uit. We gaan van goud. We gaan sporten. We gaan keihard. Even een pre-workoutje erin gooien.
Ben je er klaar voor? Oh. Shit man, het is koud buiten en we moeten rennen. Nee, ik ga niet klagen. We gaan het doen. The Fool's Training. Oké. Okay. Ja? Ja, we gaan die run doen. Let's go. Het is de eerste ronde. Nog twee te gaan. We zitten pas op ronde 2. Ik ben nu helemaal kapot. Maar we gaan knallen. We gaan die derde ronde gaan halen. Because we bring in the funk. Are you feeling the funk? Because we bring in the funk. 1 week later. En het is nu wel warm. Het is weer woensdag. 28 graden nu. In plaats van de kou waar we vorige week over het klagen waren. Hé, hey, kom op. Zweten, man. Lekker bezig. Lekker bezig, ouwe. Goed gedaan, man. Thanks, man. Hartstikke leuk. Nou, even een korte vraag. Wie ben jij? Wat doe je? Ik ben Remco Sanders. Ik ben performance trainer. De ruimte waar je nu in staat, daar ben ik mede-eigenaar van. De rest doe ik dus heel veel met trainen, maar ook met mensen opleiden in de fitnessindustrie. En alles wat ermee te maken heeft. Nou, Remco, zoals je weet, wij zitten echt heel veel in het vliegtuig. Wat voor oefeningen raad je aan voor ons en voor andere collega-dj's om daar een beetje rekening mee te houden, toch wel fit blijft? Aangezien wij echt heel veel reis willen maken. Ja, kijk, bij jullie gewoon als DJ zijn en veel op focus is een beetje het totaalpakketje. Dus niet alleen maar kracht, niet alleen maar cardio. Maar in principe moet je gewoon veel arbeid kunnen leveren. Je moet lange nachten door kunnen halen. Ja. Je moet eigenlijk gewoon goed fit zijn. Dus een combinatie van kracht, van cardio. Dus wij doen eigenlijk veel krachtoefeningen. Okay. Die te maken hebben met deze hele spiercorsets die daar omheen zitten. Ja, progressie in ons. Ja. Worden we al een beetje sterker? Complimentjes. Ja. Hoe trainen we nu, denk ik? Anderhalf jaar? Kleine anderhalf jaar. Ja, zeker. En we hebben eigenlijk heel veel progressie geboekt. In eerste instantie zijn we natuurlijk gewoon echt in spiermassa gewoon een aantal kilo's omhoog gegaan. Dat, dat was ook nodig. Jullie waren al twee vrij licht, zeg maar. Dus echt meer spiermassa. Maar zeker, we hebben laatst natuurlijk een krachttest gedaan. Ja, dan zie je gewoon een 20-25% verbetering in kracht. En dat is goed. Het belangrijkste is dat je het vol kan houden. Ja. Ik vind het zo interessant dat je heel veel gewicht één kan wegdrukken. Ja. Ik vind het heel interessant als je nou 4 of 5 setjes moet doen. Eigenlijk gaat het meer om de algemene conditie in plaats van hoe sterk je eigenlijk bent. Nou ja, eigenlijk die kracht kunnen vasthouden. Oh, okay. Dus niet één keer die kracht kunnen zetten, maar veel kracht kunnen zetten en dat meerdere sets achter elkaar kunnen. Ja. En dan zowel maximaal kracht als kracht uithoudingsvermogen. Thanks man, goed gedaan. Je mist nog een vraag. Slechte interviewer hoor. Ja, echt een super slechte interviewer. Maar je mag helemaal kut en zo. Ja, dat ik er juist in. Vraag. Ga je ook wel eens zelf naar feestjes en zuip je dan ook veel? En hoe compenseer je dat? Ja, hoe kan je dat compenseren? Cheat nils en dat soort dingen? In het off-season, als ik niet hard aan het trainen ben, dan drink ik wel eens een biertje. Mm. En dan kijk ik wel eens naar een festivaletje. Nou, als ik in het season ben, dan doe ik het eigenlijk bijna nooit. Goed blijven eten. Je merkt toch als je, als je gaat drinken of naar een festival gaat. Weinig eten, veel drinken, weinig vocht. Goed eten. Ja, goed eten, veel water drinken. Veel water drinken. Goed inderdaad al. En goed slaap proberen te krijgen. Goed slapen. Ja, goed slapen. Dus jullie horen het. Goed eten, veel drinken, maar wel water. Wodka toch? Of ik kan heel veel wodka drinken, ik kan ook, maar dan is niet zo goed voor je. En goed slapen. Remco. Thanks man, thanks you. Dankjewel Remco. De training was een keihard. Goed streng. Wij zijn weer gesloopt. En we gaan weer lekker de studio in. Ik ben terug van sporten en ik zie gewoon een fucking duif op mijn vensterbank. Hoe dan? What the fuck? Hij heeft wel echt een tering bijna achtergelaten, holy shit. Moestuintjes kapot. Poep op mijn vensterbank. Daar nog meer poep. Overal duiven poep. Damn. Nou, jullie hebben het gehoord. Goed slapen, veel water drinken, goed sporten en nog meer slapen. Super belangrijk. En niet veel wodka drinken. Maar water drinken. En stiekem heel veel hamburgers naar binnen schuiven. Over 2 weken zijn we weer terug. Dan zijn wij in Amerika geweest. Comment below. Wat wil je zien? Geef een likeje. Geef iets. Subscribe. En we zien jullie over 2 weken. Adieu. Adieu. Adieu.